goede avond. Ik weet niet of je het hoort, maar het is zo hard aan het regenen. Oh my god. In ieder geval, het is avond. Ik heb vandaag niet zo heel veel gedaan, behalve supermarkt geweest. Even bij mijn oma langs geweest. En that's it. En net heb ik gedoucht en heb ik deze opgemaakt. De Happy Harmony van Kruidvat. Vaker opgemaakt. En ik denk altijd, ik koop deze niet meer. Maar ik doe het toch altijd weer. Maar ja, hij is gewoon fijn. Een dupe van Rituals. Oh my god, die regen. Ik ga zo meteen mijn haar nog doen. Want die had het gehoord van, dan moet ik dat even stijlen. En verder, zo straks even een tasje inpakken voor de Efteling morgen. En verder, ik ben vooral tv-programma's aan het inhalen die ik de hele week gemist heb, die ik niet heb kunnen kijken. Dus, saai. Maar wel chill. Relax. Dus, misschien tot straks en anders tot... Maatregelen, geen mondmaskers, echt oh, geweldig. Ook met naar binnen gaan, verschillende ingangen die dan toch weer op hetzelfde stuk uitkomen, dus dat is wel heel fijn. Ja, wachtrijen heel goed geregeld, eten, drinken, tentjes waren best goed geregeld allemaal. Dus dikke duim voor de Efteling in ieder geval. Wat wel jammer is, is dat de capaciteit van de attracties voor het moment niet 100% gebruikt wordt, wat de wachttijd nog meer doet oplopen. En dat is wel jammer, want ik heb bijvoorbeeld mijn favoriete attractie, de Vliegende Hollander, niet meer kunnen doen. En ik ben ook niet in het Sprookjesbos geweest. En dat zijn twee dingen waar ik echt heel erg jammer vind dat ik ze vandaag niet kunnen doen heb. Ik heb wel andere leuke dingen gedaan. We zijn eerst in de Fata Morgana geweest.
dan zijn we, ja, je ziet allemaal in de beelden, maar ik ga het ook even zeggen, want ik heb ook niet alles gefilmd. Naar de Fata Morgana in de Piranha volgens mij. Die kwam als eerste tegen. Gelukkig hadden we de poncho, want het was echt, oh, echt, als wij geen poncho hadden gehad, echt, we waren ziek. Want vooral mijn moeder had echt de volle laag. Ik had mijn been was helemaal nat. Ja, het was pretty heftig. Maar goed, we hebben het overleefd. Met de poncho kwam het allemaal best goed. Toen zijn we naar, even denken, waar zijn we nog allemaal in geweest? Ik weet niet meer de volgorde precies, maar in ieder geval Symbolica, Droomvlucht, Carnaval Festival, Monsieur Cannibal, de Halve Maan, Schommelboot. Hebben we nog iets gedaan? Gegeten, gedronken. Ik denk van attractie. Oh, de gondoletta's en de, zo dat ding, de, niet Pandadroom, dat is wat anders. Het begint ook met een P. Ik weet niet, dat ding wat zo met die arm in de lucht gaat en dan zit hij in zo'n draaiend uitkijk panorama ding. Noem het niet gewoon panorama? Ik weet niet, in ieder geval die hebben we ook gedaan. En dat was het denk ik van attracties. Ik had echt heel graag de Vliegende Hollander. We hebben getwijfeld over de Baron. Ik vind de Baron best wel een leuke attractie. Maar ik vind het de wachtrij die er vaak staat niet waard voor de tijd dat je maar in de attractie bent. Want het is letterlijk, je gaat naar boven, je wordt naar beneden geschoten, je gaat even een looping maken. Je maakt nog een kleine looping, je gaat even een rondje draaien en je bent er. Dus het duurt nog niet eens 1 minuut. En daarvoor dan 50 minuten wachttijd vind ik best wel lang. Dan heb ik het meer over voor dingen als de Vliegende Hollander normaal gezien. Maar ja. Daar zijn we niet geraakt. Ik wou er nog heel graag heen, maar toen ineens begon het te regenen en alle buitenattracties werden gesloten. Maar echt letterlijk alle buitenattracties gewoon klaar. Like, fuck. Daar gaat mijn kans. En omdat het dan ook aan het regenen was, hadden we zoiets van ja, het sprookje los, we kunnen het nog doen. Maar en mijn moeder tante gaf ook al aan de attractie ervoor. Ja, maar ja, we kunnen nu zo meteen naar huis. En toen dacht ik van, we gaan nog van alles doen, toch? Want mijn idee was rond 1 uur of 8 rijden naar huis en dat je tegen 9:30 thuis was. Maar ja, helaas. Dat zal toch voor een andere keer nog zijn. Maar ja, in ieder geval, ik ben wel dankbaar voor vandaag natuurlijk. Dat ga ik niet. Ja, ik vind het wel leuk wat ik gedaan heb allemaal. En het was een leuke dag. Ik heb lol gehad. Het ging allemaal vlot. Dus wat we gedaan hebben, ben ik heel blij mee. Alleen baal ik echt vooral Sprookjesbos, omdat ik nu dan ook die beelden aan het maken was. En ik dacht, niet dat ik per se dat hele Sprookjesbos tot in het detail moest zien, maar gewoon zo de hoofdroute eventjes langs. En dat had me wel leuk geleken of zo. Dat vind ik dan toch weer altijd leuk aan de Efteling, dat authentieke wat er echt in zit. Maar ja, helaas. Het is hem niet geworden. En de Vliegende Hollander is en blijft gewoon mijn fave-attractie. En helaas is dat van veel mensen de fave-attractie, waardoor de wachtrij altijd heel lang is. Dus ja, helaas. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Ik heb in ieder geval genoten. Die beker die jullie trouwens zagen, die had ik nog gekocht. Ik had ook zo'n heel leuke Pardoes-pop gezien. Maar die was fucking €35. En ik dacht, joh, zo'n pop, die staat daar dan weer te verstoffen. En een kopje, dat kan ik nog, of een tasje, dat kan ik nog gebruiken. Dus vandaar. Maar goed, het is intussen 10:00 geworden. Ik voel dat ik echt al vroeg wakker ben. Ik heb ook echt een kutnacht gehad vorige nacht. Omdat ik volgens mij bang was om te overslapen. Dus ik ga zo eventjes douchen. Mijn gezicht opfrissen. Het zit nog redelijk goed hoor. Eigenlijk voor een heel dag. Met water en zo ook gehad hebben. Zit het nu best wel goed. Met make-up. Ik ben al met mijn haar ook eigenlijk. Die ga ik erin laten tot morgen sowieso. Morgen op de planning staat een beetje uitslapen. Dat ga ik de komende 2 dagen sowieso wel doen, maandag en dinsdag nog, want woensdag donderdag ga ik naar Amsterdam met mijn moeder. En dan is het alweer vrijdag. Vrijdag kan ik ook nog uitslapen. Zaterdag hebben we de uitruimdag bij mijn oma en zondag is alweer de laatste vakantiedag. Wow, die 3 weken zijn echt te vroeg. Maar in ieder geval, morgen ga ik een beetje uitslapen. Ik heb gisteravond ook al mijn tas gepakt voor woensdag. Daar moest niet zoveel meer in, want
Ik wist wat erin zat van die dagen Rotterdam. Ik moest daar nu wat dingen bij doen. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn blush, mijn highlighter even gewisseld. Een ander oogschaduwpaletje erin. Dat heb ik nu wel gedaan. Maar verder wist ik dat alles er nog in zat. En ja, verder ook gewoon in die tas nog kleding gestopt en zo. Dat, ja, wat ik nodig heb. Niet te veel, gewoon een slaapjurkje, een t-shirt, ondergoed. Dat zit. Meer neem ik niet mee. Want ik ga mijn tas gewoon bij me houden de hele tijd. Dus ja, en dan heb ik ook een lijstje gemaakt wat ik daarvoor nog mee moet. Dus zoals tickets, laders van telefoon en tablet. Tablet zelf moet er ook nog in. Maar dat komt allemaal goed. Maar dat heb ik gisteravond al gedaan. Dat ik vergeet te zeggen. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken voor vandaag. En ik zie jullie graag morgen. Ik denk dat morgen en dinsdag niet echt boeiende dagen worden. Maar sowieso, woensdag gaan we lekker naar Amsterdam en dan gaan we weer beelden maken. Tot dan. En hele fijne avond allemaal. Het is alweer 9:15. De tijd gaat zo snel. Ik heb vandaag de hele dag bij mijn oma thuis opgeruimd. Verder hebben we eigenlijk niks gedaan. Ja, de hele dag daar bezig geweest. Terug daar kom ik zo'n hoofdpijn. Het is alweer een tweetal uur later en het gaat allemaal weer iets beter. Maar we hebben echt heel goed opgeschoten, wel met dingen leegmaken. Ik heb ook nog wat dingen meegebracht. Nog drie nieuwe schilderijtjes. Dit kleine schat klopje heb ik ook nog meegenomen. Ja, wat kleine prulletjes. Daar ben ik wel heel blij mee. En morgen gaan we nog een keer hetzelfde doen. Dan ga ik eerst weer naar de markt. Wat ik ook in mijn eerste vakantieweek deed, maar nu met mijn moeder. Dat wordt iets handiger, want dan ben ik niet afhankelijk van de bus. En kan ik gewoon rustig in de auto. Ja, dat wordt chill. Dus dat morgen op de planning. En rond 1 uur ga ik alweer naar het huis van mijn oma. Want er valt nog heel veel spullen weg te brengen. We hebben wel zaterdag de grote opruimdag. Maar dan gaan we echt de grote stukken allemaal weghalen. Want... wauw, als ik zie, vandaag hebben we al best veel gedaan en hoeveel tijd daarin kruipt, dat is echt crazy. Dus ik ben echt blij dat we er nu gewoon begonnen zijn en dan komt het allemaal wel goed, denk ik zelf. Dus ja, dat. Ik heb ook een dode vogel gevonden op de zolder. Tussen mij, je hebt een zolderkamer, dat is met zo'n oud trappetje die je echt zo moet uittrekken. En dan kom je met dat trappetje, moet je echt zo optillen door... dat gat, dan moet je de zolder op. En dan heb je zeg maar nog zo'n klein gangetje en dan gaat daar nog iets naar boven. En in dat kleine gangetje, we wilden altijd al weten wat er daar boven was. Dus ik dacht, joh, ik doe het gewoon. Ik ga ergens opstaan en ik ga kijken. Er staan wel wat dingen op, maar ik kom er niet op. Want onze ladder was net te klein, dus ik kom niet op dat bovenstuk. Ik moet even iemand doen die nog wat langer is en die wat meer kracht in zijn armen heeft om op te drukken. Of iemand die helpt dat ik op het bovenste ding van die ladder kan gaan staan. En dan lukt het misschien. Maar toen ik daar stond en ik keek naar beneden, zag ik ineens een dode vogel liggen. Ik denk een duif of iets. En het ligt daar echt al heel lang. Want bijna alles was vergaan. Je zag het hoofd was echt een skelet. Alleen nog een heel klein beetje van de veren was er te zien. Maar ik dacht echt, wow, hoe komt dat beest hier te... hoe? Waarschijnlijk door een of ander gaatje naar binnen komen of zo. Maar ja, dat het spooky is wat we gevonden hebben. Op dit moment ben ik dus net gedoucht. Ik ben intussen ook familie aan het kijken. Familie is weer begonnen. Superleuk. Het is een lange aflevering, dus we zitten nu op het laatste stukje, denk ik. Ik kijk half uitgesteld. En ik ben net ook in de douche geweest en ik heb twee dingen opgemaakt. De Knip Relaxing Lavendel. Heel lekker spul dit. Een van de beste lavendelzeepjes die echt ook me, dat ik voel dat het rustgevend werkt. Dus deze. En deze heb ik samen gebruikt in combinatie met de groene Rituals lijn. Dat is een totaal zin. En ik heb ook deze pot opgemaakt, de Ocean Salt Scrub Face and Body Scrub van Lush. Ik zou hem niet op mijn gezicht gebruiken, want hij is best wel vettig. Maar voor het lichaam is hij heel verzorgend. En ik vind nog altijd die andere iets fijner, die paarse Magic Crystal of zoiets. Maar het kut is dat hij een menthol laagje achterlaat. Wat heel erg verfrist, maar van geur vind ik die echt geweldig. Maar deze was ook wel fijn. En ik heb een lege pot. En ik ga proberen eraan te denken om mijn lege potjes en flesjes mee te nemen naar Amsterdam. Want dat wou ik in Rotterdam al doen. En ik heb het echt verschillende keren gedacht toen ik hier was van ik moet die flesjes meenemen.
Maar nu ga ik er proberen aan te denken om hem mee te nemen. Even kijken hoeveel ik er precies heb. Maar sowieso, in Nederland mag je ook de douche zelf afgeven, dus dat is wel fijn. België aanvaardt alleen deze zwarte potten en flacons. Even voor mensen die het wouden weten. Tot zover mijn mededelingen voor vandaag. Ik twijfel om nog even te gaan editen, maar ik ben bang dat ik er nu aan begin dat het al snel 12 uur is. Maar ik ga toch proberen om iets te editen, want ja, ik moet wel opschieten. Ik denk, morgen heb ik er ook niet zoveel tijd voor, omdat ik dan mijn haar moet doen en zo. Dus ik denk dat ik vandaag even een paar vlogjes ga proberen editen. Maar in ieder geval, dit is het laatste beeld dat je vandaag gaat zien. Thanks for watching en tot morgen. Doei!